Welkom bij Pessel en Bonen, welkom in Dito. Nou, vandaag gaan we het eigenlijk voor het grootste gedeelte over het Nederlands elftal hebben en de boys van Van Gaal. Natuurlijk gisteren gekeken, neem ik aan. Ja, nee, dat zit iedereen voor aan de buis natuurlijk. Nou, we kunnen zeggen, we hebben gewonnen, maar we moeten nog een heleboel stapjes... Ja, als je de wedstrijd heel kort analyseert, een heel slecht, stroperig, langzaam begin. Ja. Veel foutieve komt basis. Ook een beetje blind, hè? Maar blind dacht bij zichzelf, die had natuurlijk al een strontkar over zich heen gehad in die Eredivisie. Ja. Die dacht natuurlijk bij zichzelf, nou wat me vandaag gebeurt er. Ik speel uit mijn taak en voor de rest zoeken ze het maar lekker. Nee, maar dat was wel jammer eigenlijk, want daar lagen wel de gaten. Hè? Frenkie de Jong had iedere keer die bal goed op middenveld, kap dan 1-2 man uit. Terwijl blind, als hij niet voor die middenlijn, maar over de middenlijn heen was gegaan, dan ben je al 20 meter verder en dan zit je op hun helft. Ik snap het wel, omdat hij dat niet deed. Hoor. Want hij zit natuurlijk niet lekker in zijn vel, qua voetbal dan. Hè? Weet je? Dan denk ik bij mezelf, nou, dan wil je natuurlijk wel dat toernooi gaan spelen. Die jongen die is natuurlijk een beetje onzeker, terwijl dat helemaal niet hoeft. Want hij heeft, geloof ik, 60 interlands op zijn naam staan. Alleen, ja, hij denkt natuurlijk nu even, ik ben neergezet en dat voer ik uit wat ik moet doen. Nou, het verhaal is natuurlijk wel weer een verhaal. Hè? Hij verrast natuurlijk ten eerste al met de keeper. Hè? Ja, maar aan de andere kant, als je kijkt, Noppert had het natuurlijk in de competitie heel goed gedaan. Alleen tegen onze FC kreeg hij die twee om zijn oren. Ja, maar hij had pas 32 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Hè? Ja, aan de andere kant, als je dat dan ziet, Vergaal die heeft ermee getraind. Frans Hoek die doet uiteindelijk de eindbeslissing. Ja, gisteren is dat in zijn voordeel uitgepakt. Nou, als we even een beetje kijken naar de opstelling. Hè? Ik bedoel, als ik een beetje chauvinistisch ben en we kijken naar de jongens uit onze streek. Hè? Dan hebben we Timber, we hebben De Ligt, Ab Koude, dan is niet echt helemaal onze streek. Natuurlijk. Arkel, Frenkie de Jong. Hè? Wat vinden we ervan? Nou ja, weet je, het verbaasde mij eigenlijk wel dat De Ligt rechts in de verdediging kwam te staan. Want hij speelt bij Bayern München natuurlijk links centraal. Ja. Daar speelt hij heel erg goed. Van Gaal die doet het dan weer net andersom. Hij was een beetje onwennig, vond ik. Nou ja, weet je, ik had daar ook Timber verwacht. Ja. Zeker op voetbalgedeelte natuurlijk is hij wel wat beter als De Ligt. Kijk, verdedigend, dan zou De Ligt wel wat sterker zijn. Alleen ja, je ziet al in de eerste minuut, hij komt aan de bal. En hij weet al heel even niet van, hé, wat moet ik ermee? Nee. En toen was hij al gelijk in de fout. Ja. En als je zo begint, dan weet je dat het niet je beste wedstrijd wordt. En ik vond, zouden we misschien toch stiekem wat te veel naar Henk Vrezer hebben gekeken. Want ik vond het maar een beetje een rare opstelling. Hij heeft die Gakpo en die Berghuis heeft hij achter de spitsen. Liepen elkaar een beetje in de weg, had ik het gevoel. Ja, weet je, je haalt het eigenlijk al aan. Hè? Vrezer die doet het net zo als Van Gaal eigenlijk. Ja. Hè? Die gooit ook zijn hele helft al door elkaar. Dat deed eigenlijk Van Gaal nu ook wel een beetje. Ja. Die Gakpo, ja, als je die van links laat starten. Ja. Die heeft echt een passeerbeweging. Fantastisch, dan komt hij naar binnen. Hè? En dan... Ja, zo scoort hij bij PSV natuurlijk. Nu moest hij vanuit rechts. Het is een speler die graag aan de bal is. Ja. Dan heb je Berghuis die graag aan de bal is. Dat moet je niet achter elkaar zetten. Ik vond het ook een beetje en dan moet Dumfries daar nog overheen. Ja, dat wordt een beetje te veel van het goede. Ja, en die Jansen, het enige gevaarlijk wat die Jansen heeft gedaan was die terugspeelballen. Nou, wat ik wel vond is dat hij keihard werkte. Hè? Ja. Dat is dan wel weer, want hij maakte het die laatste man van hun in de opbouw nog wel vrij lastig. Maar ja, daar sta je als spits niet voor. Je moet als spits zijn, de aanspeelbaar zijn en kaatsen. En kijk, en dan denk ik bij mezelf, die Van Gaal, die lijkt me echt een man van de details. Hè, die overal heel druk mee bezig dat is. Dat denk ik ook, ja. En dan zie ik, ik denk dat we 8-9 corners hebben gehad. En elke corner gaan we dan hoog voorgeven. We wonnen niet één kopduel. Nee, maar weet je, als je natuurlijk vier van die bomen achterin hebt staan. Ja, dan wordt dan ga je toch iets anders bedenken. Dan wordt het heel lastig. We hebben één corner goed kunnen inkoppen met Verdijk dat die boven die jongens uitkwam. En voor de rest zijn eigenlijk alle corners ingeleverd. Ja, maar dan denk ik bij mezelf, waarom blijf je nou voor harde in die hoge corners? Nou, dat is gewoon hopen op een betere corner en dat er wel een kans uitkomt. Dat is het eigenlijk. Ja, dan vond ik ook met die Gakpo. Hè? Ik weet niet hoe jij erin kijkt. Ik vond, ik was eigenlijk niet, ik dacht altijd bij mezelf, nou die Gakpo die zit bij PSV wel op zijn niveau en de Manchester United. Maar toch, ik moet me toch wel een beetje, niet omdat ik nou die goal gescoord heb, ik moet er toch een beetje op terugkomen. Want elke bal die jongen aan zijn voet hebt, dan ga je al naar denk dat gaat wat gebeuren. Je weet dat er wat gaat gebeuren. Ja. En op Europees niveau zijn tal van topclubs hè, die willen hem eigenlijk halen. Ja, ik snap dat wel. Als je dat achter je aan hebt lopen, dan weet je eigenlijk dat zo'n jongen wel moet kunnen voetballen. Want anders gaan Arsenal en dat soort ploegen niet achter hem aan. Arsenal, Liverpool, dat zijn toch wel mooie ploegen waar die heen zou kunnen. Weet je ook opvallend vond? Misschien viel je dat ook op. Ik dacht bij mezelf, het is daar 50 graden in Qatar. En die Virgil van Dijk speelde met lange mouwen. Ja, maar weet je, het stadion die wordt eigenlijk tussen de 18 en de 21 graden gehouden. Ja, volgens mij doen ze dat
iets met het veld nou, of zo? Aan de zijkanten daar hebben ze eigenlijk hele grote airconditioning staan. En die houden uiteindelijk die temperatuur, dus, zeg maar, voor die spelers. Dus het zit gericht op het veld? Die zitten gericht op het veld, ja. Dus. En vandaar dat ik vind het niet gek als die jongens met eigenlijk van die underwear shirtjes lopen. Dus klimaatbeheersing, een stikstofproblematiek. Nou, eigenlijk zou Qatar eens moeten gaan kijken met die jetten samen. Als je ziet wat hier over de balk heen gedonderd wordt, nou daar, wat hun daar wegstoken. Maar ik denk dat 24 uur per dag aan zal. Ja, maar in 3 weken wat hun daar wegstoken, dan kunnen wij heel Nederland een jaar van laten draaien. Ja, dat denk ik ook. Ik moest ook wel lachen. Heb je dat nog gezien, die supporters van... Senegal, die helemaal wit gesminkt. We hadden een soort omgedraaide discriminatie. En er zaten ook geen vegies, hè? Het was echt wit. Maar dat was een beetje raar, vond ik. Nee, en die trommels, hè? Ik zag heel veel op Facebook van mensen die werden gek van die. Ik vond het wel leuk. Nou ja, voor de sfeer in het stadion zal het best geweest zijn, maar op je televisie ook. Er kwamen iedere keer die trommels doorheen. Ik vond dat wel grappig. Ja, maar die gozer van de NOS, die hoorde je bijna niet doorheen. Ja, die lulde toch alleen maar slapen. Dus ik had dat. Nou ja, had dat over de vakantie van de spelers en weet ik het wat, maar over het voetbal had hij. Ik zag op Facebook. Zag ik een moment voorbij komen van de Amsterdamse straatweg in Qatar. Hè? Ja, even tuttenu. Er zat geen Nederlander tussen. Ze hadden volgens mij weer 1000 van die arbeidsimmigranten hadden ze weer opgetrommeld. Hey, op maar wel allemaal oranje shirtjes aan. Een Nederlandse vlag, maar die zat op zijn kop. Op zijn kop. Ja, dat deed hij voor de boeren, zei hij tegen mij. Ik sprak dat hij had een masker voor de boeren. Okay. En de scootertjes, hè? Ja, hey, en dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dan denk ik bij mezelf, we zitten dan in een tolerante wereld, hè, waar we alles mogen tegenwoordig, want zitten we in democratie. En dan horen we opeens dat als de aanvoerder zijn wanlofband omdoet, krijgt hij een gele kaart en België had in zijn nek lof staan. Mogen die wat is dat voor nee, maar ja, weet je, zijn die lui voor 1911 voor het laatst naar buiten geweest? Nee, de FIFA is in 1911 zeker wel naar buiten geweest. Alleen, ze stellen dreigen nu op zo'n punt, vanwege het land natuurlijk daar, van hey, homo's bestaan niet of zo. Nee. Maar die zitten zelf wel met hun FIFA-generatie zitten ze in elk sekshuis wat ze willen. Is dat zo? Nou, zou dus, ik ook daar nog misschien een baantje kunnen krijgen? Nou, nee, weet je, dat is allemaal voor toch wel de hogere garde in de FIFA-app. Ja. Maar alleen, weet je, dat is... ze doen nou net of dat ze Rooms als de paus zijn, ja, maar dat moeten ze helemaal niet doen. De hele wereld die weet toch hoe het er op dit moment voor staat. Eigenlijk vond ik snap ook wel dat al die aanvoerders dan zeggen, ja, we doen het niet, want we willen geen gele kaart. Maar eigenlijk had je de scheid aan moeten hebben en gewoon die band. Nee, ik snap het wel, hoor, dat het niet kan. Ik stel je nou voor, nee, dat die Virgil van Dijk, die doet hem op. En die krijgt voordat hij de ballen gaat trappen, gele kaart. En die krijgen dan moeten wij in de kwartfinale of in de wedstrijd tegen Engeland. En als je in de wedstrijd de gele kaart krijgt, heb je rood. Ja, ook dat nog. Dus ik snap het ook wel, maar dat is eigenlijk jammer dat we ons weer laten... Ik snap het helemaal, maar het is jammer dat we ons weer laten leiden door dreigementen. Jawel, dat wel. Maar als je nou die FIFA-baas neemt, die gaat dan zaterdag... demonstratief zo zitten voor de televisie. Ik voel me arbeidsimmigrant. Nou, wat een debiel staat. Ik voel me gay. Ik voel me gediscrimineerd. Ja, maar jij weet natuurlijk niet wat hij in die sekshuizen doet, hè? Nee, maar hij betaalt misschien niet. Dat hij, wel, hij betaalt niet. Nee. Dat kun je voor mij wel aannemen. Ja, dat is allemaal, wordt dat voor dat soort mensen geregeld. Maar joh, heb het over het voetballen en niet over al die randgebeuren. Ik vond trouwens de belangstelling van de wedstrijd vond ik slecht. Ik las dat er 41.243 toeschouwers waren in een stadion waar 40.000 in konden. Snap ik al die lege stoeltjes niet. Nee, maar weet je, dat wordt fictief omhoog gehouden, Ab. Ja. Dat wordt eigenlijk ook bij ons in de Eredivisie ook gedaan. Hoor. Als er 16 zitten, zeggen hun 18.250. Ja. Want je hebt er allemaal met betalingsrechten te maken. Hè? En dat is natuurlijk bij de FIFA nog veel hoger. Hoe hoger die toeschouwersaantallen, des te meer geld krijgen hun gegreneerd. Dus ja, weet je, 40 of 41.000, het zat wel redelijk vol. Ja, maar ik denk toch niet meer dan 30. Als het zo die lege plekken ziet, niet, zeker niet. Maar het is ook niet goedkoop. $800 voor een kaartje. Ga er even aan staan. Ja, maar wij zitten hier te zeiken over de prijzen. Biertje $14, hè? Ja. $14. En butbier. En butbier. Nou, dan komen we eigenlijk op het laatste natuurlijk. We doen 2 voorspellingen vandaag, omdat we de volgende opname op woensdag doen. Hè? Ja, want dan hebben we dinsdag spelen ze tegen Qatar, hè? Nee. Aankomende vrijdag spelen ze tegen Ecuador en dinsdag spelen ze tegen Qatar. Dus we doen alle twee die voorspellingen. Nou, jij eerst Ecuador. Ecuador wordt 3-0. Ik denk dat we zelf het 4-0 gaan winnen. 4-0, ja, maar weet je, de kansen tegen dat soort ploegen, die moeten er wel liggen. Want ik neem aan dat hij erbij nu gaat starten. Ja, maar als je Ecuador Qatar zag,
Qatar, dat heeft een niveau van Kozakkenboys. Ja, ja, dat is de volgende. Hè? Dus dat, dan mag jij als eerste. Oké, okay, nou, daar tegen Qatar. En dan denk ik dat Qatar al uitgeschakeld is. Dan gaan we met 5-0 winnen. Nou, ik denk zelfs nog hoger. Ik denk dat dat 6-0 wordt. Ja, nou, laten we ook nog heel even kort teruggaan naar FC Utrecht. Hè? Want we zijn natuurlijk ook hier natuurlijk voor ons clubje. Hè? Ja, zeker. 6 december hebben we de technische avond. Hè? Dan kunnen de mensen zich opgeven om daar ook gezellig bij te zijn. En wij zijn er ook, hè? Ja, zeer zeker. In club... Ben benieuwd. Nummer 4, ja. Bij de FC. Iedereen mag daar zijn zegje komen doen. Ze mogen vragen stellen aan Freese en aan Jordi. Als het ooit je kans is om dan eens een keer met hun uiteindelijk over FC te praten, is het op 6 december de kans. Ja, ik ben benieuwd wat Freese aan heeft. Nou ja, wij gaan in ieder geval, hè? Ja.